Ja, daar ligt een blikje. Ja, helaas een lege. Er heeft al iemand leeg gedronken. Ja, als ik het zou verstoppen, zou ik het waarschijnlijk ook hier ergens proberen te verstoppen. Dus redelijk dicht bij het saluut. Nou, je gaat even naar de bosjes en je kunt je bier weer gaan verzamelen hier. We gaan even kijken of we wat sporen kunnen vinden. Hier zien we al een verdacht plekje hier zo. Daar is gegraven hier. Dus het is of de bedoeling om daar nog wat in te verstoppen, hebben ze weinig tijd meer voor. Want met ingang van morgen is het circuit gesloten. Of ze zijn gestoord tijdens hun bezigheden. Maar dit lijkt een plek waar iemand bier zou hebben kunnen willen begraven. Een blik van 5 liter zit hier in de grond. Is al leeg. Nou, weinig. Ja, het moet naar de TT even terugkomen. Dan ligt er wat meer, denk ik. Dat is een hele verdachte plek. Het lijkt wel eens een koelkast in het gegraven hebben hier. Daar gaat hij hoor, kijk. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik met een metaaldetector bier afgespoord heb. Dat is wel heel erg uitzonderlijk en ook nog een behoorlijke voorraad. We laten het natuurlijk gewoon zitten. Hij is nog heerlijk koel. Koelkast werkt. Hartelijk dank voor het biertje, was heerlijk cool. Een reportage van het een en ander is terug te zien op rtv.drinten.nl. Veel plezier met het bier volgende week zaterdag. Hopelijk ligt het er nog.